Goedemiddag. U kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. Op de satellietfoto zien we dat vanuit het zuidwesten wat wolkenvelden het land binnendrijven en in het oosten zijn flinke stapelwolken ontstaan. Misschien dat er een enkele bui nog valt. Vanavond is het wel overal droog en wisselend bewolkt en het blijft lange tijd nog warm, boven de 20 graden. De komende nacht daalt de temperatuur uiteindelijk naar 17 graden in het westen tot 12 graden in het noordoosten en er kunnen een paar mistbanken ontstaan. Morgenochtend schijnt dan de zon in eerste instantie en de temperatuur loopt snel op. Uiteindelijk na 22 tot 27 graden. Waarin de middag neemt de bewolking snel toe vanuit het westen en volgt de buien regen. In het oosten kan ook een enkele onweersbui ontstaan. Vervolgens krijgen we een paar wisselvallige en koele dagen. Op vrijdag ook nog eens met een stevige wind erbij. Dan ook buien met kans op onweer. Op zaterdag flink wat regen en dan een graad of 16 slechts. Zondag minder buien, meer zon en een iets hogere temperatuur. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl